Daar gaan we. Ja. Nou, tot zover de subtiliteit voor vandaag. Het is snel afgelopen, ja. Is dit standaard systeem, Jan? Die uitlaat? Ja? Nee, maar deze auto staat in Duitsland geregistreerd. Hij is van AEC, dat is een bedrijf dat hem dan in dat Dodge's en Rams en zo importeert. En daar schijnt de originele uitlaat niet te mogen. Dus er zit een uitlaat onder van Grill, heet dat bedrijf geloof ik. Maar dat is ja, noodgedwongen omdat je anders gewoon geen kenteken krijgt. ik denk dat in Nederland geen probleem zou zijn eigenlijk. Maar hij heeft wel twee standen, dus nu staat die klep open. En ik denk eigenlijk dat hij dan gewoon minstens zo luid is als dat hij origineel zou zijn geweest. Goed. Welkom bij de Achteruitkijkspiegel. Vanuit een auto ja, die heeft denk ik menig autoliefhebber altijd al wel eens willen rijden. En ik zeker. Een Dodge Charger Hellcat. En een Hellcat, ja zeker. Wow. Met een supercharged V8. Supercharged V8. Hoeveel pakkaatjes hebben we, Jan? 707 Amerikaanse. En dat zouden er dan 717 zijn als je het omrekent naar ons pk's. Nou, het is nat. Het is koud. Dus what can possibly go wrong? Ik had hier onderweg hier naartoe tijdens... Al even wielspin met 120, dus ik zou zeggen, doe voorzichtig, ja. Ah, hij vangt het uiteindelijk wel op natuurlijk, maar... Ja, maar de wegen zijn niet zo heel breed. Nee, nee. Dus ik hou me nog even in, voordat ik hem helemaal vloer. Jezus, wat een apparaat, man. Jij hebt hem voor de auto-immigratiedienst, hè? Jouw nieuwe rubriekje. Ja, eigenlijk bestaat die rubriek natuurlijk omdat ik dit ding wilde rijden. Nee, dat is niet helemaal waar. Maar inderdaad, we hebben die rubriek de auto-immigratiedienst, waarin ik... Dus op pad mag met allerlei auto's die niet in Nederland geleverd worden. Ja, zo'n Hellcat hoort wat mij betreft... Oh, even. Oh, een tunnel en een trekker. Ja. Sorry, hij doet niet meer. Hey. Jezus. Goed, dus. Jij zat midden in een verhaal. Ja, ja, ja. Nou, zijn Hellcat hoorde daar wat mij betreft wel bij. We doen ook allerlei redelijke dingen. Volkswagen ID6 begon het mee, wat gewoon een elektrische zevenzitter is. Maar dit is natuurlijk het ultieme Amerikaanse apparaat gewoon. En het staat ook zo lijnrecht tegenover alles wat we hier in Europa veel rijden. Ja. Er zit helemaal geen hulpmiddelen op. Ja, ESP wel, maar geen rijassistentiesystemen of zo. Gewoon een grote V8, geen eens een start-stop systeem. 700 pk, succes ermee. Ja, en in een auto die al sinds het begin van deze eeuw op de markt is zo ongeveer. Ja. In de basis. Nee, ja. Daarvoor eigenlijk al, want het is een oude, soort van oude E-klasse. Eigenlijk wel, en dat werd dan de 300C en de Dodge Charger. En dan is er wel een keer een generatiewissel geweest. Alleen platform bleef inderdaad grotendeels gelijk. Ja. En zelfs die tweede generatie van de moderne Charger is er al, volgens mij sinds 2015 of zo. En hebben ze dan steeds weer uitvoeringen aan toegevoegd. Dit is dan de wide body, die is er sinds 2020. Ik hou het niet meer bij hoor. Inderdaad, al die Hellcats en Red Eyes en wide bodies en zo. Want dit is dus niet de topversie. Dat is echt bezopen. Daar gaan we hoor. Kijk, hoor je? Dan gaat die klep weer open. Dat is V-Tech. Ja. Jeet. Nou, het is echt niet normaal. Doe even rustig aan, want ik ken deze auto nog niet helemaal door en door. Hoewel, ik heb hem 3 jaar geleden in Amerika zelf gereden. Ja. De nieuwe Charger, dat was een gewone V8. Was dat voor werk of voor vakantie? Nee, dat was vakantie. Ik had een gewone sedan gehuurd en die heb ik ter plaatse geüpgrade naar een Charger. Een knalrooie, wat een ding. Super vet. Ja, super. Eigenlijk, ik vind dit ding super vet, maar je kunt er natuurlijk in Nederland echt helemaal niks mee. Als je één keer op het gas gaat staan, dan sta je of dwars of je bent je rijbewijs kwijt. Ja. Eigenlijk is misschien die versie die jij had, en die heet nu volgens mij is dat wat nu dan de Scat Pack heet, met een V8, maar zonder supercharger, dat is misschien wel de sweet spot wat dat betreft. Ja. Maar dit is natuurlijk wel gewoon zo belachelijk dat het geweldig is. Ja, die supercharger. Je hoort hem ook zo janken. Ja. Gelukkig mist het niet, dat is wel lekker. Nee, dat is wel lekker, ik kan lekker versie. Ja, en in 2010 heb ik de eerste Charger, tenminste de generatie 1 van de nieuwe Charger, die ik eigenlijk mooier vind in al zijn eenvoud. Daar heb ik toen nog een roadtrip mee gemaakt. Dus ik heb beide Chargers gehad en ook een keer Challenger nog. Maar jij roadtript ook zo vaak door Amerika dat ik je daar zelfs een keer toevallig tegenkwam. Ja, dat
dat, beste kijker, dat moet u even weten. Ja. Jan en ik waren, we wisten van elkaar dat we in Amerika aan het roadtrippen waren. En daar hield het op. En dat is het enige wat we wisten. Ja. Dus niet waar en wanneer en hoe of wat. En wij rijden ongeveer in het midden van nergens. Arizona ergens, geloof ik. Ergens op de grens van Arizona, weet ik veel waar. In ieder geval, het was niet heel erg druk. En ik wist dat Jan in een zwarte... ik wist dat je in een Camaro reed. Ik wist niet eens dat hij zwart was. Maar in ieder geval... Ook een huurbak uiteraard. Ja, ook een huurauto. Dus ik keek onderweg gewoon als ik een Camaro zag. Zou Jan Lemkes erin zitten. Maar je ziet daar best wel veel Camaro's. En toen op dat ene plekje in the middle of nowhere... Er kwam een zwarte Camaro op mij af. En ik kijk nog eens goed. En ik zeg van... Dat is Jan Lemkes. Echt ongelooflijk. Dus, als je het vertelt, denk je nog steeds... Hoe kan het? Hoe kan dat? Het is best een fors land. Ja, toch wel. Ja, hè? Toch wel. Je hebt er best wat afslagen. Wij reden er toen ook helemaal doorheen zo ongeveer. Ja. Van Chicago naar L.A. Dus de kans dat je me tegen was gekomen. Ik zat toen in een paars met groen camperbusje. Ook een Dodge overigens. Ja, toch nog alleen. Een Voyager. Ja. En jij zat in die Camaro en ja, daar kwamen we elkaar tegen. Dus Jan en ik hebben een Amerika roadtrip connectie. En die komt nu samen in deze Hellcat. En wat een ding it is. Nog weer even een soort van brug. Viaduct. En over bruggetjes gesproken. Ja. Ik dacht dus dat dit een gruwelijk lompe auto was. Om te zien ook. Maar sinds gisteren weet ik dat dat helemaal niet zo is, want we hebben kennis gemaakt met de BMW XM. Heb je die gezien? Ik heb hem vanochtend even snel voorbij zien komen. Nou, wat vond je ervan? Ik vond het inderdaad wel een heel smaakvol, stijlvol, subtiel gelijnde automobiel. En nu echt? Ja. Nou, ik zat te denken, wat is er toch met die ding? Want het gaat natuurlijk van kwaad tot erger bijna. In dat genre met name. En je had... Natuurlijk in de jaren 50 in Amerika, ja sorry dat ik er weer even over begin, daar had je ook zo'n beweging. Toen werd het ook allemaal steeds gekker. Met nog meer chroom, nog meer vleugels. Tot in 59 dat toppunt werd bereikt met die Cadillac van toen. Ja. En daarna dachten ze ook bij zichzelf, ja dit loopt een beetje uit de hand. Misschien moeten we het iets gaan downtonen. Ja, zou dat nu, ja. Nou ja, ik zocht naar een soort van parallel. Denk van wanneer is dit eerder gebeurd? Dat het allemaal zo verschrikkelijk over de top ging in Autoland. Ja, dus dat deed me daar een beetje aan denken. Maar ja, dit is natuurlijk een totaal andere segment van de Uber SUV. Waarbij het allemaal inderdaad echt niet bizar genoeg Nee, lijkt. Nee, en het komt natuurlijk uit de wereld van er rijden al zoveel Urus en Q8'en rond met bodykits en zo. Dus daar is een ontzettende markt voor van maximaal foute, enorm dure SUV's. Ja. Dat weten we natuurlijk ook al heel lang. En daar speelt BMW natuurlijk nu gewoon op in. Maar ik vind het ook eigenlijk helemaal niet leuk om hem lelijk te vinden. Dat is nog grappig, want ik vind het wel leuk. Zo'n ding mag best een beetje controversieel zijn. Dat kan ik ook wel hebben. Ik vind de nieuwe 7-serie zelfs best wel vet, om eerlijk te zijn. Ja. Die vinden heel veel mensen ook lelijk. Maar die is nog een soort van strak. En die heeft wel dat lompe front natuurlijk. Maar ja, dat mag wel bij zo'n limo. Maar dit ding is gewoon in alles gemaakt om de maximale patser te zijn eigenlijk. En dat maakt het zo intens triest. Want er is helemaal niks stijlvol aan. Nee, er is totaal niks stijlvol. Nee. Maar daar moet natuurlijk een idee achter zitten. Dit doen ze allemaal niet zomaar. Nou ja, dat er klanten voor zijn in China en het Midden-Oosten, maar ook wel hier ben ik wel. Ja, ja. Het is een hele bizarre beweging, dit. Ja. En als je er goed naar kijkt, wordt het alleen maar erger ook. Want er zit zo'n soort lijst om die zijruiten. Ja. Die loopt door op de flank. Ja. Dus je loopt de zijruitomlijsting, loopt halverwege de auto. Ja, het is echt... Waar je ook kijkt, het ding zit vol met de idioten. En twee van die stickers op de achterruit in plaats van het centrale logo achterop. Daar hebben we nog niet eens over gehad. Dit is dan de auto waarmee BMW M zijn 50ste verjaardag viert, hè? De vier is wel op meer manieren. Maar dit is 50 jaar M, is de XM, een model wat alleen maar als M komt. Net als de M1, daardoor ook die verwijzing natuurlijk. Ja. En kijk eens, we bestaan 50 jaar en dan doe je dit. Wie wordt hier echt blij van? Het zijn bijzondere tijden, Jan. Ja, dat kun je wel zeggen. We mogen. Nou, dat duurde even. Achter de rijschool aan. Maar wij gaan de andere kant maar op. Want daar hebben we even wat ruimte nodig. Dat denk ik ook wel, ja. Gaan we weer, hoor. Het wordt wel... Het zicht wordt beter. De weg wordt droger. Maar niet breder. Nee, dat blijft wel een beetje een probleem. Want daar is 2 meter breed, echt. Volgens mij nagenoeg precies. Dus je zit inderdaad wel snel... Dat je de zoeken van gaat passen.
Je zit echt schaterlachend in dit ding. Ja, ja, ik weet nog, ik heb een keer in zo'n Cadillac CTS-V gezeten. En die brak ook op de meest idiote momenten ineens uit, dwars door het ESP heen. Ja. En ik zie hier allemaal paaltjes en viaducten en bermen met bomen. Dus ik hou me even in. Hij is, moet ik wel zeggen, wel goed. Het is niet zo dat hij compleet met je aan de haal gaat. Nee, zeg maar. Oké, maar je hebt hier niet heel veel nodig zeker. Om in de akker te eindigen. Nee. Hebben we nog, want we hebben de BMW XM. Nou ja, daar kun je wat van vinden. En daar vinden vast heel veel mensen ook iets van. Wat hadden we verder nog aan nieuws? Nou, er waren nog uiteraard de nodige EV-gerelateerde nieuwtjes. En dan vooral ook over beleid. Bijvoorbeeld subsidie. En eigenlijk is dat ook weer een linkje met Amerika. Want in Amerika hebben ze nou gezegd van nou, we willen wel subsidie geven op elektrische auto's. Maar dan alleen als ze in Amerika worden gebouwd. Dus daar hangt het dan vanaf. Dus een Mercedes... America first. Precies. Een Mercedes EQS SUV, die komt wel in aanmerking. Want die wordt in Amerika gebouwd, maar een EQS, gewone EQS niet. Ja, ja. Nou, daar vonden we in Europa wat van. Dat werd al meteen, uitgekotst is misschien niet het woord, maar afgekeurd. Van, dat was natuurlijk niet goed. Maar nu heeft een Franse minister van Economie ook trouwens, dus wel iemand die er iets van mag vinden, heeft maar voorgesteld dat we dat in Europa dan ook maar moeten doen. Ja. En dat heeft ongetwijfeld alles te maken met ook de opkomst van de Chinese EV's natuurlijk. Die een beetje buiten de deur te houden. Ja, heb jij daar een mening over? Is dat een goede keuze? Oeh, ja, ik vind dat lastig hoor. Je moet natuurlijk wat, dan moet je wel echt goed thuis zijn in die materie. Maar in de basis is het eigen volk eerst of eigen land eerst of eigen continent eerst. Daar komt het natuurlijk op neer. Ja, en als daar één iemand mee begint, Dan gaat de rest ook. Van, als jij het doet, dan wij ook. Dus voor je het weet is de vrije markt toch wel een beetje beïnvloed. Ja. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is, want uiteindelijk reguleert die markt zichzelf toch wel weer. En die Chinezen, die komen heus wel. Daar is geen ontkomen aan. En of je ze nou in de linkerdeur tegenhoudt of de rechterdeur of door het zolderraam, ze komen wel. Zie je nu ineens iemand vormen die overal... Maar goed. Nou ja, vind jij daar wat van? Ongetwijfeld, zet het even in de reacties. Maar, ik heb nog een veel betere stelling. Want we zitten natuurlijk in dit ding. Dus er moest wel een stelling komen die iets te maken heeft met dit machtige apparaat. En wat wij toch dagelijks merken als je op nieuws zit, hè, wat ik minstens één dag in de week doe, is die discussie over EV's versus traditionele auto's, die houdt echt nooit op. Dus wat hadden we nou bedacht? Als je het geld had, of nee, beter gezegd, als wij of deze auto of de allersnelste Tesla, dus de Model S Plaid, zoals die dan heet, die in 1,9 seconden van 0 naar 100 gaat, geloof ik. Voor je deur zouden zetten, dat je hem mocht houden. Welke wordt het dan? Dus deze of zo'n allersnelste Tesla Model S? En bij jou weet ik het al, denk ik. Ik moet even denken, ik weet het. Ja. Laat het zo, overslaande stem. Laat het weten, want we zijn er oprecht benieuwd naar. Ja, dus als wij zo meteen bij jou voor de deur zijn met of deze of zo'n dikke vette Tesla, welk mag achterblijven? Dat wordt de stelling. We zijn benieuwd. Fijn weekend. Prettig weekend en bedankt voor het kijken.